Welkom bij Gadgeteer en dit is de SteelSeries Stratos XL. Een muis speciaal gemaakt voor Android en voor PC, voor Windows. Valt waarschijnlijk ook wel op Mac iets mee te doen, maar je weet hoe dat gaat. En dit is een joystick die echt gericht is op dus de PC-gamer en Android-gamer, maar ook echt voor VR-gebruik. Hij laat zich goed koppelen in combinatie met VR-systemen, tenminste dat is de bedoeling. En wat heel fijn is, is dat er zowel ondersteuning is voor Dintboot als voor Xintboot. En dat betekent effectief dat je hem op iedere game wel zo ongeveer moet kunnen aansluiten. Accuduur van 40 plus uur, dus dat is ook heel fijn. En de analoge sticks zijn allemaal clickable, dus je hebt wat dat betreft eigenlijk net zoveel functies in je hand als wanneer je bijvoorbeeld een Xbox controller zou pakken. Waar het niet dat dit natuurlijk wel de core gaming components van SteelSeries bevat. Dus kwalitatief moet dit toch echt wel een hele goede joystick zijn. Tijd om hem open te maken. Dit is hem van dichtbij, de SteelSeries Stratos XL. Er zijn vier plakbandjes die we even door moeten snijden. Het is lang geleden dat ik voor het laatst een Stratos controller heb getest. Ik moet zeggen dat de Stratos die ik toen heb getest wel erg fijn was. Zo. Dus ik heb best wel hoge verwachtingen van SteelSeries wat dat betreft. Oh, dat zit poepchic verpakt. Kijk eens. Wat rijtjes erbij. En laten we voor de gein even een andere erbij pakken. Want hier hebben we natuurlijk de grote concurrent, de Xbox One controller. Die ook op de PC te koppelen is. Nou, je ziet, het lijkt wel een beetje op elkaar. Behalve omdat de analoge stickjes op dezelfde plek zitten. Wat ik persoonlijk heel erg fijn vind. Ja, het ziet er gewoon netjes uit. Je krijgt er GP-batterijtjes bij. Prima batterijtjes, kun je dus meteen mee aan de slag. Zo. En nu is de kwestie van koppelen met een Android-telefoon of met een Windows-PC. Nou, dat ga ik lekker doen en dan ga ik lekker spelen. Wil je nog meer weten over deze SteelSeries Stratos XL? Check even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl en daar ga ik je alles vertellen over hoe deze qua performance is. Natuurlijk vergelijk ik hem ook eventjes met die, zodat je ook echt al een beetje weet, heeft het nou echt meer waarde om die SteelSeries te kopen ten opzichte van zo'n Xbox One controller. Ik weet overigens op dit moment ook echt niet wat de prijsverschillen zijn, dus ook daar kom ik op terug in de review. Dus wil je daar alles over lezen, check dan eventjes de link onderaan de video. Tot later! Ik ben er nu een paar weken mee aan het gamen geweest, zowel op Windows als onder Android. En ik moet zeggen, ja, het is een kruising tussen de Xbox One en die PlayStation 4 controller. En hij gamet best wel lekker. De triggertjes aan de achterkant, die zijn een stukje stroever. En vooral voor racing games is dat echt wel heel erg fijn. Voor shooters, als je heel erg trigger happy bent en heel snel een schot wil lossen, misschien iets vertraging. Maar daarbuiten, ik vind het persoonlijk heel erg fijn. En het feit dat die analoge sticks naast elkaar zitten in plaats van meer creatief verdeeld over de controller, is op zich ook wel fijn. Ja, voor de rest batterijen, dat betekent geen gezeur met lege accu'tjes. Die micro-USB-poort, helaas, daar kun je niet bedraad mee gamen om snelheidswinst te halen. Die is alleen maar voor firmware-updates. Al met al, het is een controller die volgens mij uit begin 2017, misschien zelfs eind 2016 stamt. En voor die tijd was het echt wel een hele goede controller. Op dit moment zeg ik voor Android gaming absoluut het beste wat je op dit moment kunt krijgen. Voor Windows gaming twijfel ik een beetje of ik deze zou aanbevelen of de Xbox controller. Maar voor Android gaming is dit de aanrader. Wil je meer weten over deze controller? Check de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees jij mijn hele review.